Hallo mensen van Darkside, welkom bij deze nieuwe computerbuild. Een goede nieuwe desktop gaming PC samenstellen is voor het moment zo goed als onmogelijk door de extreem dure videokaarten voor het moment. Maar wat als je toch echt wel nu een nieuwe desktop PC nodig hebt? Wel, daar is deze PC build voor. Het idee van deze computerbeeld is dat je nu al een snelle, splinternieuwe PC kunt bouwen. Een PC die je kunt upgraden naar een volwaardig gaming beest wanneer dat die nieuwe videokaarten eindelijk voor een deftige prijs te verkrijgen zijn. Laten we beginnen met hoe de computer er zal uitzien. We beginnen met de Cooler Master NR400 kast. Dit is een kast die voor zijn prijs heel goed koelt, die echt niet luid is, kost maar 65 euro en het is een zeer degelijke kast met veel uitbreidingsmogelijkheden, veel stoffilters die er overal in zitten, heel mooi kastje met ook een window bijvoorbeeld, perfect geschikt voor deze build. Als moederbord heb ik gekozen voor de MSI B550M Pro VDH moederbord. Deze is een zeer degelijk bordje dat support biedt voor al de nieuwste Ryzen 5000 chips die gebaseerd is op de AMD B550 chipset die support biedt aan dingen zoals overclocking, PCI Express 4.0, snelle M2 SSD's enzovoort. Meer dan genoeg aansluitingen zowel intern als extern, een BIOS flash button waarmee je ook het moederbord kunt upgraden zodat je 100% zeker bent en zorgeloos bent dat je nieuwste processor er zal inpassen zonder gedoe. Met de opslag heb ik echt wel een statement willen maken vandaag. Ik ga namelijk voor deze build voor 100% NVMe SSD opslag, razendsnel opstarten, allemaal volledig zorgeloos met de Kingston A2000 1 TB. Dit is een echte koning qua prijs-prestatie verhouding momenteel, tot op dat niveau dat ik geen aparte andere SSD's of harde schijven in deze build wil steken. Qua geheugen raad ik vandaag 2 stickjes van Crucial Ballistics 3200 MHz, 16 CL, 8 GB stickjes aan voor 16 GB in totaal. Dit gaat u toestaan om probleemloos te multitasken, al de games op te starten dat je maar wilt opstarten, te streamen ondertussen bijvoorbeeld als je dat zou willen. Gaat allemaal perfect hiermee en dit setje staat specifiek vermeld op de ondersteuningslijst van het moederbord. Zorgeloosheid gegarandeerd dus. En dan het onderdeel waar dat iedereen het meeste nieuwsgierig naar is, de processor en videokaart van deze build. Ik heb namelijk gekozen voor de nog maar net voor consumenten uitgekomen AMD 5600 GAPU. Deze APU combineert een typische Ryzen 5 CPU die toch echt wel bekend staan om hun mogelijkheid om ook zware taken vlotjes te kunnen blijven uitvoeren, goed te kunnen multitasken enzovoort. Alles dat echt wel zwaar op de processor ligt, werkt echt wel vlot hierop. En dat combineert die chip met een videokaartgedeelte, de Vega 7 GPU, die laat zien dat geïntegreerde GPU's niet per se bar slecht moeten zijn, zoals je bij veel van de Intel-chipjes helaas nog altijd tegenkomt. Voor de moderne multiplayer games of de oudere AAA-titels is deze chip eigenlijk echt wel perfect geschikt. Zou je zeker hoge instellingen moeten kunnen halen op 60 fps. Zo allemaal heel vlotjes mogen werken. En ook bij de nieuwere AAA-titels, de zwaardere games, zou je echt nog wel versteld staan hoe speelbaar dat is op deze geïntegreerde graphics. Speelbaar genoeg om nog een goed jaartje daarmee te doen, als niet meer, totdat de videokaarten betaalbaarder zijn. En dan koop je gewoon een nieuwe videokaart, steek je dat in deze build en dan heb je een beest van een gaming PC waar je niks van verspild geld gaat ingestoken hebben. Geen onderdelen dat je nog tweedehands moet gaan verkopen. Heb je een snelle 6-core CPU met een geïntegreerde graphics erin die je nu al kunt gebruiken.
tot dat beter beschikbaar is. Nu, wat overklokken is juist in dit soort prijsklasses en situaties echt wel eens dat het verschil kan maken. Dus overklokking wil ik zeker wel mogelijk maken en dat doe ik door ook een aparte cooler in deze build te steken. Daarvoor heb ik gekozen voor de Arctic Freezer 34. Ik heb in het verleden al de voorloper van deze cooler gebruikt en die is echt wel meer dan capabel om gelijk welk overklokkingsscenario bijna van deze chip mogelijk te maken. En dat kan dan ook op een hele stille manier. De cooler kan zelfs zijn fan volledig afzetten wanneer die niet nodig is. Dus dan heb je eigenlijk passieve koeling bijna in deze build. Bovendien kan ik er ook van getuigen dat de montage van deze CPU-cooler echt niet zo moeilijk is. Heel deze build wordt van stroom voorzien door de EVJ 550W B5 voeding. Nu, dit is zeker overkill voor deze build. Maar dat laat ook toe dat je in de toekomst bijna gelijk welke videokaart dat je zou willen erin steken, er ook effectief kunt insteken. Videokaarten zoals de 3060 Ti of de RX 5700 zijn perfecte matches in deze build en zouden probleemloos moeten kunnen werken. En het is een hele stille voeding door zijn grote ventilator. Heel betrouwbare voeding ook. Ik heb ook meerdere reviews gekeken online. Het is echt wel een betrouwbare voeding die u niet gaat teleurstellen. 5 jaar garantie ook erbovenop. Zeker een goede match voor deze build. En hiermee hebben we de complete PC. Een mooie, betaalbare gaming PC waar je nu al mee te voeten kunt en in de toekomst kunt upgraden met een betere videokaart of betere processor zelfs, voor wanneer dat de prijzen daarnaar zijn om dat te doen. Natuurlijk, de nieuwste AAA-titels te spelen, echt een hele goede ervaring ga je er niet mee hebben. Maar voor deze prijs en voor deze situatie is dit volgens mij echt wel een van de beste volledig nieuwe PC's die je kunt bouwen. En zou je echt nog wel versteld staan wat je er allemaal mee kunt. Nu, heb jij nog tips voor mij voor nieuwe PC-builds die je zou willen zien? Bijvoorbeeld andere prijspunten of andere gebruiksdoelen. Laat dat dan zeker weten. Subscribe op mijn kanaal om de toekomstige PC-builds te zien. Like deze video als je er iets aan gehad hebt. En hopelijk tot de volgende keer.